volgende week is het weer 1 april. Weet jij al wie je voor de gek gaat houden? Ja, dat ligt voor de hand, Jurgen. Bah, wat flauw. Jurgen is zo'n gemakkelijk doelwit. Dat is toch helemaal geen uitdaging. Nou, Lodewijk dan? Nee, Lodewijk. Die begrijpt misschien niet eens dat het een grap is. En dan begint hij over Tesla of dat nieuwe betaalsysteem of over het verschil tussen een krokodil. En dan gaat er niemand lachen. Nano dan? Nee, Nano is veel te aardig. PA2OLD misschien? Die is te oncontroversieel. Misha? Nee, die is de baas van de repeater. Stel je voor dat hij boos wordt. PE9R misschien? Die heeft het te druk met zijn kinderen. Roeland? Te druk met DMR. Simon PA9TV? Ook geen goed idee. India Hotel India? Nee, want die heeft al HI in zijn callsign. Dit jaar maar overslaan dan? Ja, goed idee. Hey, Rinus. Pas op, er zit verf in je haar. Ga jij nog naar de Jutberg deze week? Nee joh, ik kan niet. Ik heb die column gelezen en volgens mij ben ik zowel een technofilosoof als een hitparadist, maar bovenal een paalklever. Ik kan dus gewoon niet. En er volgt nu een nieuwsbericht dat is vermomd als reclame. Of nee, eigenlijk is het dus andersom. Het bedrijf Wokka Wokka heeft onlangs een nieuw product op de markt geïntroduceerd. Wokka Wokka signaleert de problemen die veel zelfbouwers hebben met solderen. Een soldeerbad heeft vaak niet genoeg warmtereserve, tenzij hij hem verkeerd beetpakt. Dan heeft hij dat weer te veel. Vroeger zag je vaak soldeerpistolen, ook wel soldeerrevolvers genoemd. Een draadje tussen twee geleiders werd dan warm, zodra je de trekker overhaalde. Maar het draadje werd daarbij ook vrij snel weer koud, zodat je er niet zo gemakkelijk dus je fikken aan brandde. Wokka Wokka heeft de voordelen van deze beide apparaten, dat wil zeggen de soldeerbout en de soldeerrevolver, gecombineerd en dat aangevuld met een voldoende grote warmtereserve, zodat je zelfs die dikke ijzeren plaat onder je antenne nog moeiteloos aan zo'nzelfde plaat kunt vastsolderen van bijvoorbeeld de antenne die ernaast staat. Het nieuwe, ronduit handzame Super Soaker 352 soldeerkanon beschikt over een eigen warmtegenerator die op kerosine en een acetyleenmengsel werkt. Zodra de klus geklaard is, wordt de punt met vloeibare stikstof gekoeld, zodat die binnen 2 nanoseconden weer op lichaamstemperatuur is. De prijs die volgens een woordvoerder van het bedrijf zeker schappelijk is te noemen, zal binnenkort in een advertentiecampagne in de amateurbladen bekend worden gemaakt. Wokka Wokka raadt overigens aan om voor aanschaf van het apparaat na te gaan of in de omgeving waar u woont voor gebruik en bezit van het apparaat niet een wapenvergunning nodig is. Klantenservice Wokka Wokka. Oh, uw Super Soaker soldeerkanon doet het niet. Hele garage afgebrand. U zegt dat het apparaat zelf daarbij verloren is gegaan? Ja, dan kunnen we ook niets voor u doen. Mevrouw, wint u zich nou eens niet zo op. Kijk, als het apparaat er niet meer is, dan kunnen wij het ook niet repareren. Dat zult u toch moeten begrijpen. Ja, ik vind ook dat dat heel vervelend is voor u, maar zo liggen de zaken nu eenmaal. We zullen u als goedmaker het Wokka Wokka troostpakket sturen met daarin 2 hele dozen Kleenex en een klein doosje goedkope bonbons en een reinigingsdoek voor brillen om de tranen weg te vegen. Goedemiddag mevrouw. Ideetje van Wokka Wokka. Nu volgt weer een reclamebericht, vermomd als nieuws. Nee, net andersom natuurlijk. De mannen en vrouwen achter Wokka Wokka hebben als zoals bekend allemaal een wetenschappelijke achtergrond. Ze zijn bijvoorbeeld in de wetenschap dat er met elektronica geld verdiend kan worden. Maar ter zake, Wokka Wokka wilde eerst een wegwerpportofoonantenne introduceren. Maar wat heb je eraan als je hem moet wegwerpen? In plaats daarvan ziet de snoepgoedantenne eruit als een gewone portofoonantenne. Hij is echter gemaakt van geleidend glucose en heeft de smaak van een zuurstok op de kermis. De antenne die voor eenmalig gebruik bedoeld is, voldoet op de SMA-connector na volledig aan de voedsel- en warenwet. En er zit een handige breukrand op, zodat je de connector na eenmalig gebruik eenvoudig van de zuurstok kunt afbreken. Een ander uniek product dat Wokka Wokka op de dag voor de radioamateur zal introduceren is de handmicrofoon met ingebouwd elektrisch scheerapparaat. Ja, u hoort het goed. Dit product richt zich met zijn handige dubbelgebruik niet alleen op de zendamateurmarkt, maar ook veel breder. Als je hier de auto voor de stoplichten staat te scheren, dan loop je ook als niet-zendamateur al snel het risico dat je een bekeuring krijgt. Dat kan hoog oplopen, je bent zomaar €120 kwijt als het al niet meer is. Het gebruik van de amateur of 27MC microfoon is echter in de auto altijd toegestaan. Zo kan iedereen zich dus weer met een gerust hart achter het stuur scheren.
Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als u je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar twee grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is, moet je eerlijk delen. Dus mensen, gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen. Ken jij het internet der dingen? Ja, daar ga je mooi van zingen. Ha. Dat is dat ze alles aan elkaar koppelen. Oké. Dat je bijvoorbeeld naar de slager gaat en dat ze de koek slachten als jij de parkeerplaats oprijdt om een biefstuk te kopen. Maar hoe weten ze dat dan van die biefstuk? Nou, ze weten zoveel over je dat ze al weten dat je een biefstuk wilt voordat jij dat hebt besloten. Volgens psychologen is het feit dat je in staat bent om zelf vrije beslissingen te nemen een van de grootste misvattingen van de 21ste eeuw. Nou, voor mij is dat meer het internet dat stinks. Wat een saaie uitzending was dat toch weer. Echt niet. Wel waar. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Weet je wat ik niet snap? Dat er amateurs zijn die meer amateurbanden willen. Hoezo dat dan? Nou, PA0LTE vertelde mij laatst dat toen hij zendamateur werd, dat er toen maar 5 amateurbanden onder 30 MHz waren. Alleen 80, 40, 20, 15 en 10 meter. Tegenwoordig hebben alleen de N-amateurs er al 3. Er waren toen trouwens ook nog helemaal geen N-amateurs. Ja, en dan moet je eens kijken wat er allemaal bijgekomen is. 137 kHz, 472 kHz, 160 meter, 60 meter, 30 meter, 17 meter en 12 meter. Aan de andere kant is het natuurlijk wel altijd leuk om er weer iets nieuws bij te krijgen. Tuurlijk. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink-gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink-gebruikers lucht. Weet jij dat nog? Was ome Jan niet ook een eterpiraat? Ja, oom Jan uit Drenthe. Jazeker, die draaide altijd oompie koerier. In een poep en een zucht. Weet jij wat er met zijn oude zendinstallatie gebeurd is? De laatste bedoel ik, want de rest zal wel in beslag genomen zijn. Nee, die heeft tante Sjaan in het dressoir bewaard, als herinnering. Ik denk dat die oude zender daar nog steeds in zit. Moeten we binnenkort niet eens een keer weer bij tante Sjaan op bezoek? Ja, dat is gezellig. Nee, ik bedoel niet omdat het gezellig is, maar over 4 maanden is het weer contest en ik kan de trafo van de eindtrap goed gebruiken. Jij harteloze kwal.